Ik ben Teun Bouwsma en ik ben vereerd toe te mogen treden tot de KNW. Mijn onderzoeksteam is bijzonder internationaal, therefore the remainder of this minute will be in English. Malaria claims 600,000 deaths each year. Our work focuses on understanding the interplay between humans, parasites and mosquitoes. Mosquitoes become infected with malaria after biting an infected human. We discover that apparently healthy school-aged children were important sources for this transmission. That most drugs do not prevent the spread of malaria. And the human immune responses can attack malaria parasites inside the mosquito. Alongside our malaria research, we measure and minimize the ecological impact of our work. We believe sustainability has to be ingrained in all academic work. Together, we inform international health policy, develop new tools, and improve our understanding of this fascinating parasite. In onze hersenen zitten neuronen en gliacellen. Ik ben heel erg geïnteresseerd in die gliacellen. Deze cellen ondersteunen neuronen in de communicatie, maar zijn ook de stamcellen van onze hersenen en kunnen uitgroeien in hersentumoren. Mijn naam is Ellie Hol, hoogleraar gliabiologie van hersenziekten aan het UMC Utrecht. Mijn onderzoek draait eigenlijk helemaal rondom de rol van glia in hersenziektes. Ik vind het heel erg interessant om te begrijpen hoe deze cellen bijdragen aan verschillende hersenziektes, waaronder dementie, maar ook een hersenbloeding, maar ook hersentumoren. Voor mijn onderzoek maak ik gebruik van postmortem humaan hersenmateriaal, maar ook gebruik ik nog steeds diermodellen voor bepaalde onderzoeksvragen, maar mijn onderzoek gaat steeds meer in de richting van mini-hersentjes en organoïden. En op deze manier probeer ik te begrijpen hoe veranderingen in gliacellen bijdragen aan verschillende hersenziekten. Mijn naam is Jolande de Vries. Ik ben werkzaam op het Radboud UMC. Met een divers team doe ik daar onderzoek aan kanker. Kankercellen lijken heel erg op gewone cellen, maar toch zijn er kleine foutjes. En tegen die foutjes kunnen we het afweersysteem van de patiënt zelf aanzetten. Dat doen we door middel van cellulaire therapie, waarbij we cellen van de patiënt zelf gebruiken om tegen de foutjes een afweerrespons tegen de tumor te induceren. We hebben dit gedaan in patiënten met huidkanker en dat lukt soms wel, maar soms ook niet. En vaak is dat omdat de tumor zelf in staat is het afweersysteem te onderdrukken, waardoor de opgewekte afweer eigenlijk geen effect heeft. In patiënten die nog geen tumoren hebben, zouden we preventief kunnen vaccineren. We proberen dat op dit moment in patiënten met erfelijke aanleg voor darmkanker. En we zien dat inderdaad in die patiënten een afweerrespons op gang gebracht kan worden. Dit fascineert mij. En ik word heel blij als we dingen van de fundamentele wetenschap kunnen vertalen naar de kliniek, zodat het ook bij de patiënten ten goede komt.